Heb jij een horloge met een schakelband die een beetje ruim om de pols zit en die je eigenlijk wel wil inkorten? Dan laten we in dit filmpje even zien hoe je dat goed kunt doen. We hebben in ons assortiment meerdere horloges met schakelbanden. En het is wel belangrijk dat je eerst even kijkt, zit er een splitpen in je schakels of zit er een schroefje in? Veel TV-stuurhorloges bijvoorbeeld, die hebben een schroefje. Het is echt een klein schroefje en die moet je dus met een kleine schroevendraaier losmaken. In dit filmpje laten we dat niet zien, want dit spreekt eigenlijk wel vanzelf hoe je dat moet doen. Want je hebt aan twee kanten heb je een schroefje, dus je zult met twee kleine schroevendraaiers die je tegengesteld draait de schakel moeten losmaken. Sommige horloges hebben ook een schroefje aan maar één kant. Nou, dat wijst zich vanzelf, dan draai je het schroefje natuurlijk aan één kant los. Maar we willen in dit filmpje laten zien hoe het werkt met een splitpen. Als je dat horloge bekijkt, dan zul je misschien ook denken dat het een schroefje is. Want het lijkt wel een beetje op een schroefje. Maar het is toch echt een gespleten pennetje. Waarvan het uiteinde ja, gespleten is. En dat geeft het pennetje een beetje een wichtvorm, waardoor die goed vast zit in de schakel. Dus hier moet je niet met een schroevendraaier te werk gaan. Hier gaan we te werk met een heel slim en simpel apparaatje, wat wij eigenlijk bij alle horloges leveren die een schakelband hebben. Dus alle horloges met een splitpen in elk geval. Met dit apparaatje maak je heel simpel zo'n splitpen los. Belangrijk is dat je eerst aan de onderkant van de band gaat kijken naar het puiltje. Er staat namelijk aan de onderkant een puiltje op en die wijst aan in welke richting dat je de schakel, de splitpen, los moet drukken. Dus dat je niet de tool, de bandentool, de bandencorder-tool, op de verkeerde kant zet. Want dan gaat het dus niet werken. Als je kijkt naar het puiltje, dan kun je hem heel simpel in deze tool leggen. En dan zul je het pennetje in het gaatje moeten drukken hier. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Kijk, daar gaat hij dan in het gaatje. En dan kun je deze tool aandraaien. Kijk, dat is hem al. En zo druk je dus heel makkelijk die pen eruit. Ja, en vervolgens is de band los. Als je hetzelfde ook met de volgende schakel doet, of met twee schakels, dat is natuurlijk net hoeveel schakels dat jij er tussenuit wil halen, dan haal je de schakels zo simpel er tussenuit. Als je die pen even bekijkt, kun je dus ook zien dat hier aan het uiteinde dat hij wat gespleten is. Dat is moeilijk te zien, maar hij is heel dun. Nou, dan heb je die schakel er tussenuit gehaald. Nou wil je hem natuurlijk weer aan elkaar vastmaken. Dan gaan we precies hetzelfde doen. Dat doen we ook weer met die tool. Maar nu moet je wel in de richting, of tegen de richting van de pijl in. Je zet de band weer tegen elkaar aan. En je pakt die splitpen. En die moet dan tegen de pijl in de richting, tegen de pijl in gedrukt worden. Dan moet je even naar die pen kijken dat je de goede kant pakt. Sommige, het kan zijn dat, je hebt een open kant en een dichte kant. Kijk, dit is de open kant. Dus de open kant moet aan de buitenkant. Dus je drukt hem met de dichte kant tegen de pijl in. Je zet hem hier weer op. Je duwt hem er weer in. Het laatste gaat een beetje moeilijk. Maar daar hebben wij een heel simpel trucje voor. Wij hebben dit bakje. Daar zetten we hem op. En met een klein hamertje, met een plastic buitenkant, tikken we dat laatste stukje erin. Zonder de schakel te beschadigen. Wat je ook kunt doen is het laatste stukje nog even aandraaien met de bandencorder tool. Je moet het wel precies opzetten, want anders dan beschadig je alsnog de schakel. En duw hem nog even. Zo.
Vervolgens zit hij weer in elkaar. Zo makkelijk is het eigenlijk. Je kunt het dus met die banding korte tool heel simpel doen. Heb je nog geen banding korte tool, dan ja, heb je misschien wel iets anders. We hebben bijvoorbeeld ook een klein stukje gereedschap met zo'n pen. Maar ja, dat is al een stuk lastig, maar dat kan wel. Dat kun je dus eigenlijk op precies dezelfde wijze doen. Dan zet je ook weer het horloge in een hulpstukje, zoals met dit blokje. Je zet hem op de pen en vervolgens tik je zachtjes de pen eruit. Ja, dus je hebt wel even het juiste gereedschap nodig. Ja, dat is natuurlijk net wat jij in huis hebt. Maar zo kun je dus vrij makkelijk een schakel uit je horlogeband halen. Lukt het je nou niet? Nou ja, kun je natuurlijk altijd even bij een lokale juwelier naar binnen stappen. Die zal het ook in een paar minuutjes kunnen doen. Moet niet zo duur zijn. Maar ja, je kunt het dus simpel zelf doen.